God wilde zijn volk helpen, want het leefde in slavernij in Egypte. Dus teisterde hij de Egyptenaren met de 10 plagen om zijn doel te bereiken. Hij liet er geen gras over groeien. Er kwam een kikkerplaag, luizenplaag, steekvliegenplaag, sprinkhanenplaag. En ook veranderde hij al het water in bloed, stierf al het vee, kwam er een verwoestende hagelbui, scheen de zon 3 dagen niet, brak de builenpest uit en tenslotte stierven alle eerstgeborenen. Daarna mocht het volk van God gaan en trok het de woestijn in met Mozes als reisleider. In de woestijn gaf God hen nog enkele wetten zoals de 10 geboden. Aanbid alleen God, maak geen godenbeelden, vloek niet, rust op zondag en respecteer je ouders. Daarnaast mag je niet moorden, echtscheiden, stelen of liegen. En is het ook slecht om jaloers te zijn.